Nou, de provincie Utrecht heeft ongetwijfeld weer heel veel te bieden. We zijn bij Bloksma Keukens en Matthijs, ja, Utrecht. Ik heb er niet meteen een beeld bij als ik dan moet denken aan eten. Ik heb een heel authentiek gerecht gevonden. Ja. Vijfschaft noemen ze dat. Het werd gegeten tijdens de schaft van de boerenwerklui. Een voedzaam gerecht met die vijf ingrediënten. Dus de echte originele vijf ingrediënten zijn de aardappels, wortel, appel, zure appel, lekker, twee uien en natuurlijk die bruine bonen. En ja, ik heb er nog een beetje variatie aan gegeven door er wat tuinbonen bij te doen. Ik heb hier drie soorten vlees liggen. De spek, worst en ham. Het is eigenlijk van alles wat koriander, wat specerijen, knoflook en wat bouillon. Nou, ik zou zeggen heel veel succes. Dank je. En ik zie je zo. Kom je even proeven? Ja, kom eens even proeven. Ja, oké. Nou, we beginnen even met het schrapen van de worteltjes en vervolgens snij je ze gewoon in gelijke blokjes. Zo, Dick, ben je ook je kookskills aan het ontwikkelen? Ja, een klein beetje. Een klein beetje. Dat is wel nodig. Nou, Matthijs is lekker aan het koken. Dick, merk je nou dat mensen thuis ook steeds meer verwachten van een keuken en dan vooral van de apparatuur? Jazeker. Apparatuur is eigenlijk het allerbelangrijkste in je keuken. Veel mensen maken zich heel erg druk voor de kleur en de greep. Maar het meeste plezier haal je uit goede apparaten. Maar zie je dat daarin dan de afgelopen jaren eigenlijk nog steeds een wisselende trend is? Nee, in Nederland blijft de gaskookplaat toch zeg maar nog de meest gewenste kookplaat. Alleen denk ik dat de combi-steamer binnen nu een jaar of vijf de echte trend wordt. Dat mensen toch meer kiezen voor het en het gemak. Maar ook zeker voor de kwaliteit die je uit een combi-steamer kunt halen. Ik moet je complimenten geven, Matthijs. Het ziet er heerlijk uit. Ja. Ja. En we hadden het net over gaskookplaten. Mm-hmm. Dit is de nieuwste techniek ontwikkeld in Nederland. De Fusion Volcano Wokbrander. Die een enorme hitte ontwikkelt in de kern waar het hoort bij een wokbrander. Top. Helemaal goed. Laten we lekker gaan genieten. Uiteraard kun je alles terugzien op onze site. Check die www.tripsandtravel.tv. Ik ben heel benieuwd. Yeah.